Kunt u zich in het kort voorstellen? Ja, Yvonne Bijenhof. Ik woon in Almelo. Ik werk bij het ROC van Twente en ik ben daar verantwoordelijk voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. U heeft zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen, voor de VVD. Wat zijn uw verwachtingen? Ik wil graag dat Twente op de kaart wordt gezet. We doen hier in Twente het gewoon ongelooflijk goed. We zijn hier echte doeners. De samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs, dat hebben we ontzettend goed geregeld. En ik vind een regio als Twente die het zo goed doet, ja, die heeft echt goede vertegenwoordiging in Den Haag nodig. En dat wil ik graag zijn. Stel dat u wordt gekozen in de nieuwe Tweede Kamer. Wat hoopt u dan te bereiken voor bijvoorbeeld Almelo of Twente? Ja. Nou, in eerste instantie wil ik bereiken dat voor heel Nederland, we willen werken aan het economisch herstel. Zoals u weet zitten we momenteel volop in de coronacrisis. We moeten met elkaar erop inzetten dat we de eindstreep behalen. Nou, dan gaat natuurlijk in eerste instantie gezondheid, dat is het allerbelangrijkste. Ook dat je elkaar weer kunt omhelzen, knuffelen. Maar het herstel van de economie is ook heel belangrijk en daar wil ik me volop voor inzetten. Dus voor heel Nederland en voor Twente. Hoe groot is de kans dat de lijsttrekker van de VVD nu naar Almelo komt, nu u zich kandidaat heeft gesteld voor de Tweede Kamer? Ik denk dat hij op dit moment is de lijsttrekker ontzettend druk met het bestrijden van de coronacrisis. Daar liggen alle prioriteiten. Dus ik verwacht niet dat hij in de komende 5 weken naar Almelo komt. Maar na die tijd, hij komt vaak hier in Almelo. Dus ik denk, zodra de coronacrisis voorbij is, nodig ik hem van harte uit. En ik denk dat hij dan ook zeker wel komt. Zou u kandidaat willen zijn voor de Provinciale Staten? Dat vind ik een lastige vraag voor nu. Want mijn focus is nu echt voor de Tweede Kamer. Die kan ik nou op dit moment gewoon niet beantwoorden. Ik wil wel eens aanvullen dat ik wel echt vind dat de Provinciale Staten heel belangrijk is. Hè? Ook de Provinciale Staten van Overijssel doen gewoon ontzettende goede dingen, ook voor Twente. Dus de belangrijkheid zeker, maar of ik er zelf voor ga, die vraag kan ik nu niet beantwoorden. Hoe hebben uw collega's in de gemeenteraad gereageerd op het feit dat u zich kandidaat heeft gesteld voor de Tweede Kamer? Ja, ontzettend leuk. Er worden al plannen gemaakt dat ze met de bus dat ze naar Den Haag willen komen als ik daar zit. Dus nee, ik heb eigenlijk alleen maar hele leuke reacties gehad van iedereen om me heen. Stel dat u onverhoopt niet gekozen wordt. Wat gaat u dan doen? Ik blijf doorgaan met de dingen waar ik nu mee bezig ben. Zeg maar de samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. En vooral mogelijk zoveel mogelijk banen creëren voor mensen hier in Twente. Dat iedereen toch weer aan het werk kan. Want ook in de politiek moeten de handen uit de mouwen worden gestoken. Ja, zeker. En volgens mij doen we dat ook. Hoor. We zijn echte doeners. En dat typeert Twente ook. Dat typeert de VVD. Doeners, kom op, mouwen opstropen en aan de slag.